Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag hebben jullie bepaald dat we van A naar B moeten reizen door middel van een GPS-coördinaat. Yes. Chop! We gaan een wedstrijdje houden. Iedereen die krijgt zijn eigen camera mee. We gaan namelijk door middel van 3 enveloppen. Daar zit ieder een hint in. Die hebben we gekregen van de man achter de scherm van StukTV. Jongens, kies maar een envelop. Yes. In deze envelop zit een hint waar de plek is. Ja. En als je die hint goed gebruikt, heb je dus direct de voorsprong. Ja. Maar als je die hint fout gebruikt, heb je direct de achterstand. Want na een uur krijg je de juiste coördinaten. Okay. Okay. Er zijn 2 regels natuurlijk. A is, je mag niet je eigen auto gebruiken. En B is, je mag geen geld gebruiken. Voor de rest mag je alles doen wat je wilt, als je maar als eerste daar komt. Oké. Okay. En is er nog een tegenprestatie? Ja, degene die verliest krijgt 10 taarten in zijn gezicht. 10 taarten? Ja. Okay. Dat ook nog. Dat verzin jij zo even. Ja. Nou, dat is de tegenprestatie. Ah, leuk. Echt, jongens, taarten. Ik heb hele nette kleren aan. Ah, mijn jongen toch. Oké, okay, zullen we beginnen? Ja, ik ga beginnen. Tel je af? Nou, eerst even de camera's aan, hè. 3, 2, 1, go! Dit is mijn envelop. Goed, gaan we eerst maar eens even kijken wat die hint is. Crossed keys. Crossed keys. What the fuck is Crossed keys? Rembrandt van Rijn. Ik heb de hint binnengekregen, niet noord, maar ... Je zou zeggen het zuiden, maar dat ga ik zo meteen even onderzoeken. Ik wil de 2 jongens op een dwaalspoor gaan zetten. Crossed keys. Nederlands vertaling, gekruiste sleutels. Gekruiste sleutels. Rembrandt van Rijn is een kunstenaar, een schilder volgens mij. Crossed keys. Crossed keys. Volgens mij hangt die in Amsterdam. Ik ga een valse GPS-signaal versturen door middel van een sms-dienst onder de naam StukTV. Ik hoop dat ze daar intrappen, want als dat zou lukken, dan zou ik gelijk weten smaken. Ik heb een symbool gevonden op Google met Crossed Keys. En dit symbool is natuurlijk weer een logo van waar ik naartoe moet. Het is tricky, want als ik nu naar Amsterdam ga, En ik moet wel in Maastricht zijn, dan ga ik het dus nooit meer winnen. Ik ga maar lopen, want als ik niet loop, dan maak ik natuurlijk geen meters. Hier staat het wapen van Vaticaanstad. Vaticaanstad. Is dat is niet in Nederland? Als ik Rembrandt van Rijn intoets op Google, krijg ik alleen maar Rembrandt Museum in Amsterdam. Hij is doodgaan in Amsterdam. Alles leidt naar Amsterdam. Dus ik ga naar Amsterdam. Ja, dat is in Rome. Daar heb je toch helemaal niks aan, mensen? Gaat dan niet naar Rome, gek? Nou, ik moet wel een voorsprong pakken, anders ga ik sowieso verliezen. Dus ik loop nu gewoon richting de tram. Dan kan ik 2 kanten op, maar ik denk dat ik richting Centraal ga. Dan kan ik in ieder geval altijd de trein pakken, zwart. Dan ben ik in ieder geval weg. Waar ga je naartoe? Ja, ik moet toch winnen. Ja, waar ga je dan naartoe? Huh? Waar ga je dan naartoe? Ja, dat ga ik niet zeggen. Kun jij het toch niet helpen, vriend? Kunnen we geen deal sluiten? Ja, wat denk je zelf? We kunnen toch een deal sluiten? Een deal sluiten? Ik geef mijn envelop en jij laat jouw envelop zien. Nee. We kunnen een deal sluiten. Nee, Giel. Ik heb net geprobeerd om Thomas te verleiden om zijn hint weg te geven. Misschien wil Stefan dan wel meewerken. Ja, ik ga Giel echt niet helpen. Ik ga er niet aan beginnen, Giel. Misschien kan ik Stefan wel bellen. Dat is wel een goeie. Stefan, kom eens. Ik heb Stefan gevonden. Dan zie je ineens Giel lopen. Wat is er? Weet jij waar je heen moet? Ik heb een idee. Je hebt een idee. Heb jij een idee? Ik heb ook zeker een idee, ja. We kunnen ook een bondje sluiten. Wat, nu al? Nu al. Ja, is goed. Ik wil jouw envelop zien en zie jij mijn envelop. Oké, okay, geef maar. Kom maar, humor. Rembrandt van Rijn. Ja. Oké, okay, ik heb niet Noord, maar ... Ah, Steven, neem nou op, man. Rembrandt van Rijn heb ik opgezocht. En hij is doodgaan in Amsterdam. En het Rembrandt van Rijn Museum is in Amsterdam. En hier heb je dan niet Noord, maar Zuid. Dus het zou Zuid-Amsterdam kunnen zijn. Maar waar komt Rembrandt van Rijn vandaan? Amsterdam, volgens mij. Jij hebt het opgezocht. Volgens mij komt hij uit Amsterdam, ja. Stefan, neem nou op. Ik heb je nodig. Ik blijf gewoon bellen, anders is hij complot aan het sluiten met Giel. Wat als we nu een sms versturen onder de naam StukTV? Ja. Met coördinaten uit Zwolle. Wat om Thomas te naaien bedoel je? Ja, dan hebben we Thomas gestuurd, die wordt naar Zwolle gestuurd. Die denkt, ik ga naar Zwolle, want die denkt dat die de coördinaten toevallig nu al verstuurd zijn. Nee, dat trapt hij daarin, denk je? Ja. Ja, doe dan. Ik ga de coördinatie van Zwolle, wat is een beetje logisch? Zwolle,
Ja, niet te ver weg moet je doen. Almere. Almere. Ja, Almere, ja. Dat is echt een vies spel. Maar je moet wel even wachten, want we zouden het coördinatiepunt pas over een uur krijgen. Ja, hè? Ja, maar dan stuur ik hem dus over een half uurtje. Ik zit nu in de term Utrecht Centraal. Vanaf daar kan ik overal heen. En snel, dus als ik de volgende coördinaten binnenkrijg, dan kan ik in ieder geval snel schakelen. Maar ik baal er wel van dat ik echt niks aan die fucking hint heb. Cross it keys. We hebben geen geld. We hebben geen geld, maar we staan wel op de bus te wachten. Allee, dat is... Fuck! Misschien moeten we iets meer hier gaan staan en dan zeg maar wel zo doen. Cross it keys. Ik weet het niet. En ik rijd gewoon zwart trouwens, in de trein. Kom gewoon. Hallo. Ik heb een vraag. Wij zijn bezig met een wedstrijd. We hebben geen geld. We moeten heel snel Amsterdam. Mogen we alsjeblieft mee naar Centraal? Voor deze ene. Ja, risico's voor ons. Het ging best soepel. Ja, het ging heel makkelijk. Wow. Oké, ik ben nu bezig met die sms. Ja. En dat is een vals coördinaat. Ja, dat is een vals coördinaat. Oké, top. Oké, Thomas heeft mij 4 keer gebeld, dus ik ga hem even terugbellen. Ik doe net of jij er niet bij bent, oké? Ja. Yo, je hebt gebeld. Ja, klopt. Wat is het? Ja, dan misschien kunnen wij elkaar helpen, man. Ik ben al op Utrecht, man. Centraal. Ja. Ja, ik zit nu in de tram daar naartoe. Je zit nu in de tram naar Utrecht Centraal. Je wil een verbondje sluiten. Ja. Want Giel kan naar me toe, maar ik ga Giel niet helpen, weet je. Ik heb daar geen zin in. Nee, ik snap dat je Giel niet wil helpen. Daar heb ik ook echt geen zin in. Maar ik vind sowieso dat Giel moet verliezen. Maar wat is jouw hint dan? Mijn hint is crossed keys, gekruiste sleutels. Gekruiste sleutels? Oké, man, nou dankjewel, later! Nee, Teringlijn, wat heb jij? Nee! Nee! Ik heb de laatste hint van Thomas! Gekruiste sleutels! Gekruiste sleutels! We moeten nu heel snel afstand, want hij komt hierheen! Go! Oh, ik heb Thomas zo hard genaaid! Goedendag! Hij neemt niet meer op. Hij neemt gewoon niet op. Wat een bitch, jongen. Wat een bitch. Stefan, ik ga je nu opzoeken op Utrecht Centraal en ik ga je slaan. Meneer, mag ik jou een vraag stellen? We hebben 3 hits. Niet Noord, maar puntje. Ja? Rembrandt van Rijn en gekruiste sleutels. Waar denk je dan? Is dat Amsterdam? Leiden. Zeker weten? Waarom? Waarom is Leiden? Sleutel. Ja? Leidse sleutel. Ik ben nu op Utrecht Centraal en nu ga ik Stefan zoeken en ik ga hem slaan. Helemaal gek. Helemaal lui. Maar ga je niet zo hard naaien, vriend. Oké, de sms staat klaar voor Thomas. We gaan hem sturen naar Almere Haven. Echt een naaistreek. Hier wil die homo staan, hoor. En ik ga hem verslaan. Hey, Teringlijer! Wat wil je mij nou naaien? Wat ga je mij naaien dan? Ga je nou wegrennen? Ik ga mij dit echt niet vertellen. Hoezo niet? Ja, tuurlijk niet. Ik wil toch winnen? Ja, maar je naait mij, jongen. Je gaat bij staan. Nee, jongens, ik wil niks zeggen, maar we hebben hier de sms-coördinaten, hoor. Nu al? We hebben coördinaten. Ja, hoor. Ja, ik heb coördinaten. Okay. Later! Mooi. Luister. We hebben coördinaten gekregen. We moeten naar Almere Haven zien, dat is Batavia. Thomas is richting. Zie je de richting? Ja. Oké, we moeten nu heel snel op training staan. Moet naar Sport 3. Hij gaat over 5 minuten. Stel, het is de andere kant op, dan zijn we echt een lul. Ik denk dat Thomas wacht op Utrecht Centraal. Ik denk dat hij erin trapt. Ik zit in de trein, maar ik heb natuurlijk geen kaartje. Dat is natuurlijk echt vet, als ik eruit moet zetten. Dat moet echt niet gebeuren. Oh, de conducteur komt even voorbij. Ik moet er echt door. Shit. Oh, we hebben de coördinaten binnengekregen. Hè? Krijgen we nu iets anders door? Ja! Thomas is erin getrapt. Oh, dit is ons plannetje is gelukt. Ons plannetje is gelukt. Thomas is onderweg naar Almere waarschijnlijk. Ik ben in Almere Muziekwijk. En dat is niet waar ik eruit moest, want ik moest naar Almere Oostvaarders. Maar dan komt op die enorme klootzak van de Giel een of andere coördinaten heeft verzonden. En nu heb ik pas de echte coördinaten doorgekregen. We moeten de fucking Leiden. Dat is gewoon nog een uur met de trein. Super tof. Maar ik ben dus eigenlijk geen meter opgeschoten. Ah, ik vind het echt een kutstreek. Kijk dan. Oh, wat mooi. De werkelijke coördinaten zijn zojuist binnengekomen. En dat is gewoon Leiden. We gaan naar Leiden en we zitten goed. Al Giel belt me. Hey Giel. Hey Thomas, hoe is het? Hoe is het? Waar zit je? Hou je fucking back, lul. Ik loop boos, hè? Ja, ik loop wel echt boos. Shit. Ja, maar het blijft een wedstrijd, toch?
Zo, we zijn in Leiden. Ja, jawel, zeker. Ik ben nog steeds met Stefan. Ja hoor. En we zijn nog ook gewoon niet gecontroleerd. 20 minuten wachten. 20 fucking minuten. Dankjewel, Giel. Ik hou ook van jou. Ja, ik ga sowieso niet meer winnen. Zo kut. Het spel is echt niet gespeeld, man. Wat? De telefoon is bijna leeg. Is je telefoon bijna leeg? Ja, maar mijn navigatie werkt niet meer, man. Wat je, mag ik geef jou telefoon? Volgens mij moet hier links. Ik heb de telefoon. Geef mijn telefoon terug. Giel! En hij heeft mijn telefoon mee. Dus ik heb nu geen navigatie meer. En geen GPS, ik heb niks. Teringlaaier! Shit, hij gaat nu een straatje naar links. Oh, ik heb daar gezien. Sorry jongens. Ja, hebben jullie de gasten voorbij zien rennen? Ja? Top, dank je. Nee. Ik heb gewoon Stefans telefoon. Dus hij kan geen kant op. Het enige wat hij kan doen is zijn verstand gebruiken aan mensen te vragen waar die moet zijn. Meneer, mag ik het vragen? Ik ben op zoek naar de oude Rijn. Jawel mensen, deze man is in Leiden op de juiste plek en ik zie niemand. Ik zie echt helemaal niemand. Dus ik ben gewoon als eerste. Ik ga hier lekker wachten en genieten van mijn overwinning, want ik heb het gewoon slim gespeeld. Leiden Centraal, we zijn er hoor, dames en heren. Het heeft even geduurd. Nu nog een stukje lopen en dan zijn we er. Hoe kun jij er nog zo lang over doen? Gast, ik was verdwaald. Je liep achter in een fucking steeg ergens. Ik heb mijn fucking telefoon terug. Ben je laat? Ben ik laatste? Nee, hè? Ik heb Thomas nog niet gezien. Nou, dat is top. Maar ik denk dat hij er elk moment zal zijn, want jij hebt er echt godverdorie lang over gedaan. Ja. Zo, aan een vlaggetje. Daar is ze, de Crossed Keys. Dus ik ben in de buurt. Ik ben heel blij dat Thomas deze wedstrijd toch heeft verloren. En ik natuurlijk deze wedstrijd heb gewonnen. Dus het ja, wordt, maar jij speelt vies. Hoezo speel ik vies? Je stelt, eerst doe je valse coördinaten naar Thomas. Ja. Daarna vraag je, oh Steve, mag ik even jouw telefoon? Mijn navigatie, terwijl we al zo lang samenwerken. En dan ren je gewoon weg met mijn telefoon. Ja, maar ja, we zijn met een spel bezig, pik. Nou goed, ik ben in ieder geval niet laatste. Dus, maar alsnog wel echt heel vies. Nou, we zijn er, hoor. Ah, oh, kut, ik ben de laatste. Ah, oh, ik had niet verwacht. Hé, hey, jongens. Hey. Ja, lekker, man. Ja, het duurde even. Je hebt niet gewonnen. Nee. Hoe komt dat nou? Vertel eens, Giel, hoe komt dat nou? Nou, omdat ik jouw valse coördinaten heb gestuurd. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Superleuk. Dat is een tactiek om een wedstrijd te winnen. Ja, dat is echt een tactiek om een wedstrijd te winnen. Ja. Maar maakt niet uit. Ik vrolijk jullie wel even op met een paar taarten. In het gezicht van Thomas. Nou, tot zover. Wij kunnen niet gooien, maar het was een leuke video. Check jullie volgende week. Oh, dat smaakt echt lekker, toch? Mm. Dankjewel, man. Nou, vonden jullie dit nou een leuke video? Geef dat veel mogelijk duimpjes omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal als je meer van ons wil zien. Inderdaad, en je kan ons volgen op social media, Twitter, Facebook, Instagram en Snapchat. En je kan ook naar onze website gaan, stuk.tv, en voer daar jouw opdracht in. En je weet, voeren wij dan volgende week voor je uit. Inderdaad. Doei! Doei!